Welkom terug aan. Leuk dat je weer kijkt hier op YouTube. Mensen. Twee bieren naast elkaar, een side-by-side, maar wel van hetzelfde bier. Hoe dan? Kom ik op. Werden benaderd, wij van het Dutch Beer Collective, werden benaderd door Straffe Hendrik, brouwerij De Halve Maan. Wellicht wel bekend, brouwerij uit Brugge in België, om een nieuw bier van ze te mogen nuttigen. Althans proeven, reviewen, hoe je het ook wil zien. Toen zeiden wij, dat willen wij. Tuurlijk willen we dat. Tuurlijk, Straffe Hendrik, man. Njam. Maar dit is dus de Straffe Hendrik. Het is een wild. Wat is dat? Het is een triple. Laat ik hem eerst erbij pakken. Het zijn allebei triples. Dan moet je denken, hè? Allebei? Zeker, want we hebben hier de 2020 versie van de Wild Straffe Hendrik. En hier de 2021. Wat is het verschil? Nou, misschien wel smaak, sowieso het jaartal. Maar het grappige is dat deze, ik weet niet of je het goed kan zien, denk het wel, heeft een alcoholpercentage van 9%. Flinke jongen. En deze heeft een alcohol van 10%. Dus een jaartje later zijn ze toch een stapje omhoog gegaan. Een percentage. Wat ik al zei, het is een bier. Gebrouwen bij Brouwerij De Halve Maan. En ja, een bekende Straffe Hendrik. Staat ook bij Brugse Triple Bier. Maar wat ik wel, het is volgens mij gebrouwen met spontane gisting. Even kijken wat er van die 2021 op staat. Artisanaal natuurlijk bier van hoge gisting. Gebrouwen in een unieke familiebrouwerij, De Halve Maan. Gelegen in het historische Brugse stadcentrum sedert 1856. Straffe Hendrik Wild is een variant, op een origineel trippelbier, waarbij het bier hergist wordt met wilde Brette Anoimeses. Ik kan het nooit uitspreken, sorry. Ik vind het zo slecht. Moeilijk woord. Brettanomyces. Gisten die het bier een langere houdbaarheid geven met een unieke smaakevolutie over de jaren heen. Kijk, en dat is leuk dat ze dan ook de 2020 meesturen. Dan kan je inderdaad goed naast elkaar proeven. Bestaat er ook een houdbaarheidsdatum op? Ja, hij is houdbaar tot einde 2026. Wow, dat is een lange tijd. Gaat hij niet redden? Lijkt me logisch, want we gaan hem opentrekken. Ik heb inderdaad hier geen tafeltje. Ja, hier aan de zijkant, maar niet zo voor jullie. Dus ik drink hem uit het glas van Straffe Hendrik. Super tof. Ik heb er niet nog één. Mijn eigen glas. Welke zal ik doen? Voor welke? Doe ik de 2021, doe ik de Straffe Hendrik en de 2020 deze. Ik ga hem openmaken. Komt zo weer in beeld. Niet dat dat zo fijn is. Of zo, maar komt eraan. Mooi zesje. Maak ik die andere ook gelijk even open. En dan schenken we eigenlijk. Nou ja, niet eigenlijk. Laten we gewoon de 2020 eerst inschenken. Wat ik al zei. 2020 met het logo van Biergeek Holland. Rustig uitschenken, want echt waar mensen, die Belgische trippels. Je weet het. Daar willen toch eigenlijk wel graag het glas uit. Dat was het, denk ik. Nou, dat weet ik wel zeker. Oké, Wild. Ik heb deze bier wel eens gedronken. Niet heel vaak, dus niet dat ik denk, ik haal even een... Ze worden ook maar één keer per jaar gebrouwen. Maar als ik ze in de winkel zie liggen, dan... Ik weet niet. Ja, ik kocht ze wel eens. Maar ik had nooit zoiets van, nu wel. Weet je, ik weet niet. Het trekt mij wel. Aangezien het ook een goede triple is met
Brettenoises, Brettenmandy. Ja? Wilde vergisting. Qua kleur. Ziet er goed uit. Echte triple kleur. Een beetje, ja, wat voor kleur is het? Een beetje goudgeelachtig. Mooi witte schuimkraag. Niks op tegen. Dus schenk ik ook gewoon die andere in. Proost. En daarom is dat glas ook lekker breed. Om inderdaad gewoon die triple, die inderdaad flink schuimt. Gewoon helemaal. Gewoon helemaal. Oké. Okay. Kleur van deze. Ook prachtig mooi. Kijk, zo hoort hij, hè. Zo hoort hij. Gewoon prachtig in het glas. Als we die andere erbij pakken. Gaan we even kijken of die qua kleur anders is. Dit is de 2020, 2021. Volgens mij niet. De kleur is vrijwel hetzelfde. Ik heb deze lijn helemaal ingeschonken. Dus hij maakt hem wel iets troebeliger dan deze. Meestal zien we als je die andere helemaal uitschenkt. Ja, dan ook. Dus een percentageverschil. 2020 is de 9% en de 2021 10%. We beginnen dus met de 2020 versie. Ik zou zeggen, proost. Oeh, ja, die wilde vergisting ruik je meteen. Wauw, die Belgen kunnen dat echt. Nederlands ook er trouwens. Maar die Belgen kunnen dat echt prachtig. Je ruikt een beetje dat, ja... Ik wou zeggen straffen, maar dan zou je zeggen, ah, straffen, Hendrik. Ja. Nee, tannine een beetje dat... ja, een beetje dat zuurige. Maar ook zeker het fruitige van de triple zelf. Hij ruikt wel heel goed. Heel verfijnd. Echt een eigen geur ook. Echt, er is geen bier... Er is geen bier die ook zo ruikt. Weet je, die combinatie van triple, een beetje de kruidige, samen met dat zure. Ja, mooi. Laten we dan ook gelijk de 2021 ruiken. Ja, ik doe hem maar gelijk goed. Oeh, die is anders. Uiteraard ook, die wilde vergissing ruik je. Je ruikt inderdaad dat het... Sorry. Je ruikt het echt. Excuus, ik heb vandaag heel veel op mijn werk gepraat. Dus dan kijk ik een beetje schorre keel. Hij ruikt fruitiger. Hij ruikt echt fruitiger. Ja, deze ruikt wat zuurder. Deze net weer even wat fruitiger. Dat is qua geur het verschil. Sorry, ja, hoort erbij. Tijd voor een slokje om... De keel gewoon even te smeren. 2020. Straffe Hendrik Wild. Ah, van Brouwerij de Halve Maan uit Brugge. Nogmaals bedankt. Cheers. Wauw. Smaakt echt heel zacht. Heel zacht. Het grappige is, het kruidige, de trippel, die komt veel beter terug. Dan in de geur. Je merkt wel dat... Dat bret zit er ook wel in. Maar minder. Hij ruikt het wel. Hij ruikt wel meer. Maar in de smaak is die echt wel meer trippel. Het is natuurlijk ook een triple. Snap wat ik bedoel. Maar de wilde vergisting, de bret. Komt hier uiteraard nog steeds naar boven. Maar voor mij is het meer de triple. Het kruidige die de overhand heeft. Dan gaan we uiteraard. 2021. Oh, ben benieuwd.
Oké. Dit is wel cool. In de geur vond ik deze meer triple. En dan bedoel ik mij dus meer kruidigheid, een beetje het fruitige wat eruit popt. Ik merk heel erg in de smaak dat hij juist meer bredt. Veel meer. Dus veel komt er veel beter uit. Mm. En het kruidige van de triple komt er ook wel goed uit. Maar eigenlijk overheerst hier weer dus wel de bred. De wilde vergisting. Dus de verse smaakt, heb je veel meer een beetje dat zure, gewilde vergisting. En uiteraard ook wat kruidiger meer op de achtergrond van de triple. Heel mooi bier. Ja. Het is qua geur. Als je het vergelijkt, de geur in combinatie met de smaak, doen ze het tegenovergestelde. Dus de ene ruikt, die 2021 ruikt meer naar een triple. Maar smaakt meer die wilde vergisting, die bret. De 2020 versie, zei ik net 2020. Ik bedoelde net dus 2021 als ik dat zei. Nu dus de 2020 versie. Die rook in de geur, meer bret, dat soort dingen. Beetje zuurig. Maar in de smaak overheerste echt wel die kruiden. Dat is, daar moet je mee doen. Dat is wat ik ervan vind. Ik ben benieuwd wat Thomas opent. Dutch Beer Geek. Gerben dus. En Douglas van Beers with Douglas vinden van deze twee bieren. Volgens mij heeft Douglas hem al online gegooid. Dus kijk ook zeker even naar Beers with Douglas. Ik ga ze in ieder geval lekker opdrinken. Rustig aan met mate. De ene is 9%, de andere 10%. Dus lekker verdelen, lekker rustig aan. En lekker genieten van het bier. Gewoon lekker rustig aan nippen. Helemaal goed. Alle tijd. Nogmaals, bedankt voor het kijken. En uiteraard bedankt Brouwerij de Halve Maan voor deze twee prachtige straffe Hendrick Wild. Uiteraard iedereen tot de volgende keer. Ja toch? Cheers.